Al was het maar een teken van leven. Iets. Maar we hebben helemaal niks. Voordat Sanne van de radar verdwijnt, verblijft ze een paar weken in Heerlen, waar ook haar moeder woont. Waar ze in die periode heeft geslapen, is echter onduidelijk. Ze zei dat ze bij een vriendin had geslapen, maar dat bleek ook niet zo te zijn. Vlak voordat Sanne de trein van Heerlen terug zou nemen naar haar vader in Sluis, heeft haar moeder nog wel een korte ontmoeting met haar. Ja, daarna heeft ze me eigenlijk een knuffel en een kus gegeven. Nog een handgebaar gemaakt in de vorm van een hartje. Ja, dat is eigenlijk het laatste wat we van haar vernomen hebben. Kunt u mij zeggen of u haar gezien heeft hier in de buurt? Sanne's vader en zijn vriendin komen regelmatig vanuit Sluis naar Heerlen om te zoeken. Je gaat gewoon rondjes rijden door de stad. We hebben dan een tip gekregen dat ze in een bos gezien zou zijn. Dus ja, we staan hier in een wat bosrijkere omgeving. Dus ja, we pakken alle strohalmpjes vast. Dank u wel. Als ik ga slapen, denk ik, waar slaapt zij? Als ik eet, denk ik, wat eet zij? Heeft ze eten? Of doet iemand haar pijn? Wij weten op dit moment helemaal niks. Ja, het wordt massaal gedeeld op Facebook inderdaad. Maar ja, tot op heden is het nog zonder resultaat. De politie is op de hoogte van de vermissing en is een onderzoek gestart. Wij zijn ook sterk afhankelijk van mensen die haar mogelijk kunnen hebben gezien. Dus daarom we deze nogmaals de oproep, heeft hij haar gezien? Neem alsjeblieft contact met de politie op. Maar wij maken gewoon ernstige zorgen om haar. Want ze is 16, nog minderjarig. En wij begrijpen dat haar ouders natuurlijk ook heel graag haar weer willen kunnen zien. Wat denkt u dat er is gebeurd? Ik heb geen flauw idee. Het kan van alles zijn. Ze kan bij Loverboys zitten. Ze kan... Ja, ik weet het niet. Echt niet. Ik wil gewoon dat ze weet dat ze altijd terug kan komen. En dat ze altijd welkom is. Kom alsjeblieft terug. En laat zien dat je leven bent. Dat is wat wij willen.